Oh jongens, goedemiddag. Heel even snel. Waarom? Dat hier in dit mooie kleine dorp, dit mooie gemeentehuis, wat ik jullie laat zien, Oekraïners komen. Oekraïners, ja, halleluja. Ja, het hele volk gaat kapot momenteel. Niemand kan rekeningen meer betalen. En de mensen zullen hier in een nieuw gemeentehuis worden neergezet. Met alle toeters en bellen natuurlijk. Alles wordt voorzien. Ja, dat is gekke werk. Ik heb al heel veel WO-verzoeken ingediend bij deze gemeente. Ja, en ik mag niet meer bellen natuurlijk. Want ik zal jullie even laten zien. Ik zal even laten zien wat aan de hand is, jongens. Dan kan je het zien. Kijk hier. Dit mooie gemeentehuis. Want dit is een zwendel. Ik zal je hem even gaan leggen. Dat wordt leuk. Let op. Dit mooie gemeentehuis. Hier komen ze. Ik wil even de zee rijden. Ja, hierachter ligt de basisschool, jongens. De basisschool ligt hier. Daar ligt de basisschool. Maar kijk hier. Hier komen ze. Hagen nieuw. En dan kijken alles nieuw. Maar wat is de zwendel? Zou ik je die eens even laten zien? Want ik heb al gebeld natuurlijk. Want dit kan niet. Want de gemeente, ja, die wil niet luisteren. Dan moet je maar voelen. Want wie is hier verantwoordelijk voor, jongens? Beste Adok. Een paar jaar geleden, ik heb jullie net gebeld, heb ik een eigen zaak gehad, een meubelzaak. En toen deed ik via Adok, via de leegstand bij de Aldi, kreeg ik de panden. Nou, die panden kan je alleen maar krijgen als je een eigen woonadres hebt, een eigen woonplaats. Dus een huis, ja. Je kan niet bij Adok iets huren, ja, wat leeg staat, en je hebt geen woonadres. Ja, dus beste gemeente Schinveld, ik wil jullie daar even op attenderen. Tot Adok met jullie fraude is aan het plegen. Contractbreuk. Ik ken die contracten. Daarin staat 100% zeker niet dat dit gewoon door mag gaan. Ik weet ook dat jullie net belden. Hebben gebeld. En dan zegt Adok. Alle vluchtelingen worden nou bij de gemeente ingeschreven hierin. Ja jongens. Dat is de grootste fraude wat er kan. Wat God onder de zon heeft. Want je kan niet bij Adok. Ja, maar bij Adok is een leegstand voor huur. Dan kan je alleen maar huren, ja, als jij een eigen woonadres hebt. Dan mag je nog niet eens met je kinderen in een pand van Adok gaan zitten. Mogen alleen maar, en dat mag ook nog niet eens wonen zijn. Staat in jullie eigen contract. Dus Adok, volgens mij ben jij onze gemeente en bezeiken. Ik heb ook gezegd, als hier één vluchteling inkomt, ja, denk eraan Adok, zijn jullie verantwoordelijk. Eén vluchteling in Schinveld. Ja, dat betekent dat jullie, ja, een dagvaardiging kunnen krijgen. Ja, en aangezien dat toch makkelijk gaat met de vereniging nou, want ik denk dat iedereen mee instemt. Ja, want het is gekke werk, jongens. Kijk, zie je dat hele mooie pand? Ja, ik zal nog één ding laten zien. Dan zie je waarom de mensen hier in Schinveld gek worden. Ja, dat mag ook wel even gezien worden. Kom. De laatste, want dit is diep triest dat het gewoon doorgaat. Ja, ik ben blij dat mijn kinderen hier niet meer op die stronschool zitten. Want ja, daar zijn ze van afgestuurd, want die wisten wat ging komen. Ja, dat wisten ze. Ja, dus hier zitten ze dadelijk, jongens, lekker. En dan komen ze 's morgens worden ze wakker. Ja, en wat doen ze dan als ze wakker zijn? Ja, dit is de basisschool. Ja, en dan kijken ze vanuit hun raampjes. Vanuit hun raampjes kijken ze zo op de basisschool, op de kindertjes van Schinveld. Hoe die lekker 's morgens zijn aan het spelen. Ja, dan kunnen de vluchtelingen, hebben onze kinderen tenminste goed in de gaten. Kunnen ze zien wat onze kindertjes morgens doen. Als ze lekker naar school gaan. Hier, ja, Adok. Ik heb je gewaarschuwd. Dat is jouw contract. Ik heb hem nog, gelukkig. Want ik heb hem bij jullie gehuurd. Je mag daar niet wonen, staat in jullie contract. En je kan alleen maar huren bij jullie Adok als je een vast woonadres hebt. Dus jullie verhuren nou een vluchteling wat geen woonadres hebben. Die gaan jullie het woonadres ook nog verschaffen. Hierin, dus gemeente Schinveld. Ik doe dat voor jullie, een waarschuwing. Ik denk dat ze jullie zijn het naaien. Ik denk dat Adok geld opstrijkt. Ik weet het niet. Ik denk het wel, ja. Dus men zal het zien, jongens. Hier een vluchteling. En Adok, je bent verantwoordelijk bij deze.